fake dus dat het nog niet aan de hand is, waardoor je gewoon gaat lullen, toch? Nou, bij was dat ook een podcast. Ja, ja, van het AD. Oh, dus dit is eigenlijk nu al de podcast. Ja, ja, dit is de podcast. Oh, ja. Oh, en dan ga je nu uitleggen wat het is. Ja. Welkom bij de Voor de Show. Ja, wacht, ik doe hem even opnieuw. Wacht, ik knap hier. Welkom bij Voor de Show. Dat is de podcast. Podcast. De podcast. Ik doe hem samen met Stefan Pop. Mijn naam is Ryan Pandey. En we hebben elke week een gast. En jij bent onze allereerste gast, Johan Goossens. Ja, ja. Van de officiële uitzending. Van de eerste officiële uitzending. We hebben geoefend. Een paar oefenuitzendingen. We voelen ons best wel profi al. We hebben zelfs een structuur. We hebben structuur, ja, precies. Dus voor de luisteraar die denkt, waarom hebben ze het bord achter zich? Ik zeg, helemaal, ik luister. Ik kan het wel niet zien. Nou, het heet Voor de Show, omdat we gewoon wat onderwerpen hebben iedere week. Wat of we uit actualiteit halen, of uit ons eigen leven, of uit jouw leven. Ja. Oh ja. En dan gaan ik moet wel over een uurtje weg, moet ik naar de SOA-kliniek. Dus dan, als we niet... Nou, laten we daarmee beginnen. Wie is de mol? De mol is een groen Dat is meisje. Wel heel grappig, als dat bij Wie is de Mol zou zijn. Als twee mensen dan een SOA zouden hebben. Oh ja. Ja, hey, Johan Goossens, voor de mensen die het niet weten, doet mee aan Wie is de Mol, oh, ja. Toch? Cabaretier, ja. Comedian, collega van ons, vriend van ons. En ik vind het echt tof dat je de eerste meedoet. Ja, leuk. Ja, dankjewel. Super. Ja, ja. Ja, we tasten ook gewoon een beetje af, hoor. Want als je aangeeft van, hier kan ik niet over praten, want ik hoor dat er gewoon een gigantische boete staat. Of? Ja, oh, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ik mag daar dus allemaal niks over zeggen. Dat is wel algemeen bekend. Ja, dat is zeker weten. Het is een hele grote boete die deze podcast niet kan betalen. Nee. Dat geloof ik ook precies. Dus er zijn nu denk ik misschien wat Wie is de Mol fans die gewoon luisteren van, misschien geeft hij in deze podcast een hint. Oké. Okay. Misschien is deze podcast bruin. Nee, maar het zou grappig zijn. Ja. Als deze podcast zo slecht beluisterd was, dat over een half jaar blijkt gewoon dat Johan het heeft gewoon gezegd. Ja, dat zou heel goed zijn. Niemand heeft die podcast. Hij krijgt ook geen boete. Zei hij, ja, maar je zei het voor de show. Oh, dat zijn we die podcast van Stefan. Nee, dat telt niet. Je mag niet op een feestje zeggen, maar die podcast, ja, wie hoort dat? Dat ik voortaan in het contract komt. Ja, je mag het wel bij sommige podcasts, mag je wel zeggen.